Dank jullie voor de introductie. Welkom iedereen. Al fantastische presentaties gezien vandaag. Ik wil jullie vandaag eigenlijk een idee voorleggen. Het idee van digitale empathie. Hopelijk gaat binnen dit en een half uurtje duidelijk worden wat ik daar juist mee bedoel. Maar we gaan beginnen met een filmpje. It's easy to put people in boxes. There's us, and there's them. The high earners, and those just getting by. Those we trust, and those we try to avoid. There's the new Danes, and those who've always been here. The people from the countryside, and those who've never seen a cow. The religious, and the self-confident. There are those we share something with, and those we don't share anything with. Velkommen. Jeg kommer til at stille jer nogle spørgsmål i dag. Nogle af dem kan godt være lidt personlige, men jeg håber, I vil svare ærligt på dem. Hvem herinde i rummet var klassens klovn? Hvem er bonusforældre? And then suddenly, there's us. We who believe in life after death. We who've seen UFOs. And all of us who love to dance. We who've been bullied. And we who've bullied others. And then there's us, the lucky ones who've had sex this past week. We who are broken-hearted. We who are madly in love. We who feel lonely. We who are bisexual. And we who acknowledge the courage of others. We who have found the meaning of life. And we who have saved lives. And then there's all of us who just love Denmark. So maybe there's more that brings us together than we think. TV2 Denmark. All that we share. Mogelijk had je dat filmpje al eens gezien. Dat is gigantisch gedeeld op sociale media een aantal weken, maanden geleden. En terecht ook, want mensen herkennen zich daarin. Mensen zien van, ja, we worden continu in hokjes gestoken en we krijgen labeltjes, maar eigenlijk is dat niet wie dat we zijn. We zijn veel meer dan die hokjes waar mensen ons insteken. En toch, als marketeers, werken we heel vaak met zo'n hokjes. Dan zeggen we heel vaak van, ja, jij bent 25 en jij bent dus een millennial en ik weet wie dat jij bent. Of jij bent 60, dus ik weet wie dat jij bent. Jij woont in Antwerpen, ik weet wie dat jij bent. Arrogante gast. Ik woon zelf in Antwerpen, ik mag het zeggen. Maar we doen dat wel in marketing. We doen dat heel veel. En eigenlijk is dat niet terecht. Ik zou jullie aan niemand willen voorstellen. Dat is mijn bomma. Ja, bomma José. De bomma is 94 jaar geworden in januari en ze woont alleen thuis in haar huis en ze gaat elke week naar de yoga en ze drinkt al eens graag een pintje. En ze heeft een iPad en zij speelt misschien iets meer dan gezond is Candy Crush Saga. En ze zit gigantisch veel op Facebook. En dat is lastig voor ons als marketeers, want dat klopt niet. Iemand van 94 jaar, die zou in haar bed moeten liggen. En die zou niet op Facebook moeten zitten. En toch, als marketeers, denken we dat dat is hoe we mensen moeten gaan benaderen.
Dat zijn de hokjes waar we mensen willen inplaatsen, want dat is eenvoudig. Zo heeft het altijd gewerkt. Maar eigenlijk zouden we moeten kijken van ja, hoe kunnen we misschien meer doen dan dat? Niet dat we dat allemaal moeten weggooien, maar hoe kunnen we eigenlijk meer weten over die personen zelf en meer gaan inspelen op wie ze echt zijn, op hun gedrag, op hoe ze voelen, wie ze zijn. Ik was een aantal maanden geleden in Rotterdam en ik verbleef in een hotelletje, Citizen M heet dat, heel tof hotel. En die keten die zegt niet van, kijk, onze doelgroep, dat zijn alle businessreizigers van 35 tot 65. Nee, zij zeggen, onze doelgroep zijn alle mensen die de continenten oversteken zoals andere mensen de straat oversteken. En dat voel je in alles wat zij doen. In hoe dat zij hun kamers inrichten, dat het de lobby is als je binnenkomt, hoe dat zij hun communicatie doen, in alles zit dat. We moeten als marketeers proberen te gaan zoeken naar hoe dat we mensen echt kunnen gaan benaderen. We willen als marketeers terecht willen steeds menselijker gaan overkomen, authentieker gaan overkomen. We willen ervaringen creëren die echt blijven plakken bij mensen. En we willen door die attention wall geraken, die muur waar dat mensen eigenlijk onverschillig zijn voor onze boodschappen, we willen daar doorbreken. Maar dat gaat niet lukken als we blijven denken in die klassieke hokjes en als ze niet meer doen dan dat. We moeten echt gaan naar meer een empathisch gevoel. En we denken soms dat dat er al is door sociale media en door alle digitale kanalen die we nu hebben. Denken we van, ja, we zijn toch verbonden met elkaar. We kennen elkaar toch. Maar blijkt dat in de laatste 40 jaar ons empathisch vermogen van ons allemaal met 30% achteruit is gegaan. We zijn dan wel heel erg verbonden, maar we zijn eigenlijk niet meer empathisch. Dit beeld komt uit een film, Blade Runner, een film uit 1982 van Ridley Scott. We zien Harrison Ford en hij zit achter een machine, de Voight-Kampfmachine. En de Voight-Kampfmachine is een machine die gebouwd is om te ontdekken of de persoon aan de andere kant een echte mens is of een replicant, een android, een robotachtige. En de manier waarop dat gebeurt in de film is dat ze gaan kijken hoe dat mensen, of wie dat er dan ook zit, gaat reageren op vragen. Of dat die empathisch kan reageren op vragen. En als er empathie is, dan is het een mens. Als er geen empathie is, replicant. En ik vraag me af hoeveel bedrijven, hoeveel merken tegenwoordig die test zouden kunnen doorstaan. Zouden wij echt aanzien worden als mens of zouden we een soort van robot zijn? Het goede nieuws is dat door het hele digitale tijdperk dat we nu hebben en alle digitale middelen, dat we wel de mogelijkheden hebben om meer empathisch te gaan denken en meer informatie van de mensen te krijgen, waardoor dat we die empathie kunnen tonen. Want sinds 50 jaar geleden is er heel veel veranderd. We hebben veel meer data dan decennia geleden. Waar het vroeger meer voor de hand liggende data was, die dan één keer per week, per maand of zo werd verzameld, hebben we nu meer en meer echt intieme data. Data die te maken heeft met vrienden, data die te maken heeft met ons gedrag, data die ook veel sneller is. Het is niet meer één keer per week of per maand of zo dat we data hebben. Nee, we hebben continu een hele stroom van data. En die data kunnen we wel gaan gebruiken en moeten we gaan gebruiken om betere connectie te krijgen met onze doelgroepen. En het kan heel simpel zijn, want mensen zoeken continu op Google, op eender welke zoekmachine, op YouTube, waar dan ook. En eigenlijk bij elke zoekopdracht geven ze hun intentie weer, geven ze aan van wat ze willen en waar ze op zoek zijn, wat ze willen koken, wat ze niet goed snappen, wat ze willen doen, waar ze een how-to van willen, wat ze willen kopen. Mensen geven dat continu aan. En er zijn al een heel pak eenvoudige tools, bijvoorbeeld deze Answer the Public, buiten een gigantisch, fantastische homepage, is er ook een heel toffe tool, waar je gewoon kan zeggen van, kijk, dit is mijn topic, en geef me nu waar dat mensen naar op zoek zijn, welke vragen dat mensen daar rond hebben. Een tijdje geleden waren we bezig met een project rond cholesterol. En als je daar gewoon cholesterol ingeeft, dan krijg je zo'n fantastische
visuele representatie van alle mogelijke vragen waar mensen rond cholesterol mee zitten. Wat is een goed niveau van cholesterol? Wat kan ik eraan doen? Wanneer is het problematisch? Wat is goede, wat is slechte cholesterol? Al dat soort vragen komt hier allemaal gewoon uit. Dus dat is data die we kunnen gebruiken, nu al. En dit is nog maar enkel data van keywords die mensen ingeven in zoektermen. Maar we zien dat meer en meer mensen beginnen zoeken via stem. En op het moment dat mensen zoeken via voice, vorig jaar is dat gigantisch toegenomen, van eigenlijk statistisch niets tot ongeveer 10% van alle zoekopdrachten. Maar vanaf dat mensen met stem beginnen zoeken, gaan ze niet meer echt werken met pure keywords, maar gaan ze echt volledige volzinnen gebruiken, waar we veel meer kunnen uithalen. Als nu iemand ingeeft digitale camera, weten we eigenlijk niet wat hij wil. Weten we niet of dat hij op zoek is naar algemene informatie over een digitale camera, of dat hij er alleen wil kopen. Met stem gaan we dat wel weten, omdat je dan meer met volzinnen gaat kunnen werken en ga je veel meer informatie eruit krijgen. Search is maar één element, is maar één signaal dat we kunnen gebruiken. We hebben gigantisch veel signalen. We hebben onze data van onze transacties, transactionele data hebben we. We hebben onze coupondata, we hebben sociale media, uiteraard hebben we sociale media. We hebben heel veel verschillende bronnen die we kunnen gaan gebruiken om eigenlijk meer ons in te leven in tegen wie dat we willen praten. Neem nu deze meneer. Ziet er vrij normaal uit. Demografisch gezien, zoals we het normaal gezien zouden aanpakken, zouden we kunnen zeggen van dat is een man. Die is tussen de 45 en 65, die is getrouwd en heeft kinderen. Die geeft blijkbaar chemie ergens. En hij woont in New Mexico. Dat is eigenlijk de data waar we heel klassiek mee werken. Maar eigenlijk kunnen we veel meer weten als we al onze data gaan samenleggen, kunnen we eigenlijk tot een soort van psychographic profile komen, waar we kunnen uitleren dat hij bijvoorbeeld af en toe graag is gekookt, dat hij een beetje bezorgd is om zijn gezondheid, dat hij nogal ambitieus is, dat hij graag zijn centjes spaart en dat hij vaak onderweg is. En eigenlijk is dat veel interessantere data dan de klassieke data waar we normaal gezien altijd mee gewerkt hebben. Waar dat links onze demografische gegevens zeggen wie dat die persoon is, zeggen onze psychografische gegevens waarom dat die zou kopen. En dat is veel interessanter om je communicatie op af te stemmen. Vorig jaar is er een studie geweest over het verkoop van technologie aan families met kleine kinderen. Families met kleine kinderen zijn blijkbaar een heel geliefde doelgroep voor de technologiefabrikanten. Voor dan de gameconsoles en de iPads en de smartphones enzovoort. En bleek dat die klassieke groep die ze altijd benaderden, van gezinnen met kleine kinderen, dat dat eigenlijk niet de meest efficiënte manier was om te gaan targeten. Eigenlijk moesten ze gaan kijken van wat is de houding van de ouders ten opzichte van het gebruik van technologie door kinderen. En sommige ouders zeggen van doe maar op. Speel al je spelletjes maar, kijk maar naar al filmpjes, super tof en zoveel mogelijk en doe maar. Je hebt andere ouders aan de andere kant die zeggen van nee, het moet educatief verantwoord zijn en dan is het voldoende, dan stopt het daar wel. En dan heb je nog alle mensen daartussenin die zeggen van ja, het moet educatief verantwoord zijn, maar af en toe is een spelletje kan ook. Het was veel efficiënter om te gaan targeten op die mindset, op hoe dat die ouders eigenlijk dachten over het gebruik van technologie door hun kinderen, dan puur te zeggen van kijk, dat zijn de demografisch, dat is onze doelgroep en zo gaan we die gaan aanspreken. Diezelfde technologie, dezelfde manier van denken is gebruikt in een context die misschien bij ons een beetje negatief is, maar ik wil het er toch insteken. Ook een persoon die we misschien vandaag al wat te veel hebben gezien. Maar we moeten even abstractie maken van mogelijke negatieve gevoelens die je zou hebben. Want in oktober vorig jaar lag deze meneer, Trump, lag 14% achter in de peilingen. 14%, dat is gigantisch. Toch weten we wat uiteindelijk het resultaat was. En een van de elementen die daarin heeft meegespeeld, is dat hij zijn communicatie drastisch heeft gewijzigd.
oktober vorig jaar. Hij heeft een bedrijfje onder de arm genomen. Misschien dat je dat verhaal ergens hebt opgepikt al. Bedrijfje onder de arm genomen, Cambridge Analytica. En zij hebben eigenlijk op basis van alle data, en in Amerika is er nog veel meer data dan wij hier hebben, zeker open data, alle data hebben ze bij elkaar genomen en geprobeerd om ze op psychografische profielen op te bouwen van alle mogelijke kiezers. En dat ging zo ver dat ze zeiden van kijk, als er iemand 10 likes heeft gegeven, dan kennen wij die persoon even goed als zijn collega. Na 70 likes even goed als zijn vrienden. 70 likes is ook blijkbaar voldoende om de huidskleur te kunnen inschatten. Het is even goed voldoende om te kunnen weten of hij voor de Democraten of voor de Republikeinen gaat stemmen. Na 150 likes kennen we jou even goed als je ouders, na 300 likes even goed als jouw partner. Dat is scary stuff. Vooral als je dan denkt van ja, dat is de context waarin het gebruikt wordt. Het is trouwens hetzelfde bedrijfje dat ook achter de campagne zat van Leave.eu, die de Brexit mee op gang hebben gebracht. Maar ik zou graag hebben dat we allemaal nadenken van ja, hoe kunnen we dat ook gebruiken om dingen waar we echt in geloven, om mensen beter te kunnen gaan benaderen en meer empathisch te kunnen zien van wat willen onze consumenten nu echt. Dat is één ding. Dat is wie dat iemand is. We kunnen eigenlijk met de data die we nu hebben, kunnen we al veel beter gaan inschatten. Maar wat ook heel belangrijk is, als we echt willen gaan weten wat de persoon aan de andere kant voelt en wat die denkt, moeten we ook de context weten. En context kunnen we tegenwoordig eigenlijk heel eenvoudig te weten komen omdat we continu rondlopen met smartphones waar er gigantisch veel sensoren in zitten die van alles meten. Die meten wat de tijd is, op welke plaats dat we zijn. Als we weten dat bijvoorbeeld iemand elke ochtend gaat lopen, dat is niet één keer dat hij te laat is voor de tijd. We weten dat hij dat elke ochtend doet. Dan weten we van, ah ja, dat is misschien iemand die 's morgens die wat sportief is en die 's ochtends even een loopje gaat maken. En als we dan weten dat hij in de stad woont en zo, dan weten we misschien een cityworker. Dus we kunnen eigenlijk op basis van context kunnen we gigantisch veel te weten komen over die mensen. Over wat ze echt zijn. Een van die elementen van context, heel belangrijk, is plaats. Location, location, location. Zo het mantra van de vastgoedmakelaars. Hè? Dat je een huis hebt ergens in een hippe straat of je hebt hetzelfde huis ergens in een sloppenwijk. De waarde van een huis gaat gigantisch verschillen. En dat is eigenlijk hetzelfde voor onze marketingboodschap. Context bepaalt heel erg of dat onze boodschap gaat aankomen of niet gaat aankomen. Stella Artois heeft een tijdje geleden samenwerking gedaan met Bliss Futures. En Bliss Futures heeft een heel toffe technologie die kan zien op basis van de sensoren in een smartphone waar dan mensen naartoe gaan. Zij konden dus ook zien of dat mensen onderweg waren naar een café. En als mensen onderweg zijn naar een café, dat is voor Stella wel interessant om dan te gaan adverteren. Dus zij kunnen eigenlijk gaan adverteren op een moment dat extreem relevant is. Het ging zelfs zo ver dat Bliss Futures heeft gezegd tegen Stella Artois, als ze niet in het café komen, als ze er toch niet zouden geraken, dan moet ons niet betalen. Dat is waar we naartoe gaan. Hetzelfde locatieprincipe is ook toegepast in metro van Londen, waar ze op basis van wifi-signalen gingen kijken van waar zijn de mensen. Waar komen die allemaal samen? Waar blijven ze hangen? Maar dus ook, voor welke advertenties staan ze? Of waar kunnen we best onze advertenties gaan hangen? Dezelfde soort van technologie wordt op dit moment door Proximus ook aangeboden. Proximus My Analytics kan je als event zeggen van kijk, geef me alle data van alle Proximus-abonnees, anoniem uiteraard, en zeg mij waar de mensen zich bevonden. Dat kan je gaan gebruiken. Kan je gewoon naar de site gaan. Locatie. Een ander element dat heel belangrijk is en heel doorslaggevend kan zijn in het feit dat mensen gaan reageren of niet, is weer. Zoals die persoon van de Weather Channel zegt, van, het doet er eigenlijk niet toe wie dat je bent, maar als het vochtig is en het is warm, dan heb jij dorst. En dat is een heel sterk signaal. Zo weten we ook van als het heel warm is, dan gaat de verkoop van ijsjes gaan verviervoudigen. Unilever
die weet al van ja, op dat moment moeten we gaan adverteren. We hebben met Lipton hebben we ook iets gedaan voor de iced tea. Oké, als het warm is, dan weten we moeten nu gaan adverteren. Zelfs Stella heeft op een gegeven moment, ze hadden uit insights begrepen dat vanaf dat de temperatuur 2 graden warm is dan het gemiddelde, dat mensen veel meer cider gaan drinken. Dus, automatisch, op het moment dat het 2 graden warmer was dan gemiddeld, zorgden zij ervoor dat hun advertenties naar buiten gingen. Een heel sterk signaal. Tesco, misschien dat je If This Then That kent, dat is zo'n manier om een aantal zaken te gaan automatiseren, een aantal regeltjes op te stellen. Zij hadden voorzien dat als het warm is, dat je dan automatisch hamburgers kan bestellen en als het koud is, kan je automatisch je soep laten bestellen. Dat soort van dingen gaan we steeds meer en meer zien, omdat weer als omgevingsfactor een heel erg belangrijke rol kan spelen. Oh, even wachten. Locatie, weer. Maar tijd is uiteraard ook gigantisch belangrijk. En ik wil je een klein filmpje laten zien dat dat aantoont. Why do some people get up for work before dawn and work late into the night? Because they're ambitious. People with ambition should be reading the Wall Street Journal. So we created a campaign just for them, which ran only when they would see it, from 5:30 to 8 a.m., and again from 9 p.m. to midnight. Geen geluid? Nee? Oké, dan ga ik het vertellen. Ik ga het niet helemaal uitbeelden. Ik ga het gewoon laten doorlopen. Maar het is van de Wall Street Journal. En zij hebben op een gegeven moment gezegd van kijk, we gaan mensen gaan benaderen op het moment dat voor ons het belangrijkste is. Wij willen eigenlijk mensen gaan targeten die heel ambitieus zijn, die dus vroeg opstaan. En op het moment dat zij wakker zijn, maar de andere mensen nog niet, enkel dan gaan we onze advertenties tonen. Dus het merendeel van de mensen ligt nog te slapen en zien onze advertenties niet. Maar die mensen die nu al wakker zijn, die gaan onze advertenties wel zien. Eigenlijk gaat dat over semantische tijd. Het gaat niet over 9 uur 's morgens of 10 uur 's morgens. Eigenlijk is dat minder belangrijk. Het gaat vooral over het feit van de ochtendroutine van u is anders dan de ochtendroutine van iemand anders. En als we kunnen inschatten van wanneer dat een ochtendroutine plaats heeft, of dat dan om 7 uur 's morgens is of om 11 uur 's morgens voor de uitslapers, daar kunnen we iets mee gaan doen. We kunnen zeggen van oké, jij zit nu in je ochtendroutine, dus we gaan jou daarop aanspreken. Dat is een hele mooie case, je moet maar eens opzoeken op YouTube en met Clank bekijken. Heel knap gedaan. Nu, we kunnen daar nog verder in gaan. Er is een bedrijfje, Telefonica, in Spanje, en dat heeft een technologie ontwikkeld dat kan zien, niet enkel van ja, wanneer dat er iets moet gecommuniceerd worden, maar zij kunnen eigenlijk op basis van sensoren in hun smartphone kunnen zij gaan zien wanneer dat iemand zich verveelt. En dat is eigenlijk super interessant. Je kan zeggen van ja, wat heb ik daar nu aan? Maar als we weten dat het heel moeilijk is om de aandacht van mensen te krijgen, dat we eigenlijk nooit door die attention wall geraken, er is één moment wanneer we dat wel kunnen. Dat is het moment dat mensen zich vervelen. Dan laten ze alles binnenkomen. En blijkt dat als je echt daarop gaat targeten, dat je gewoon veel meer click-throughs en dat je je resultaten gigantisch kunt gaan verhogen. Voel je waar we naartoe kunnen gaan? Door gewoon meer op die context in te spelen, kunnen we veel meer relevant gaan zijn en kunnen we veel meer ja, echt inspelen op wat die persoon op dat moment voelt. En misschien dat voelen wel het kernwoord is, want dat is natuurlijk echte empathie. Stel dat we kunnen gaan, dat we echt kunnen voelen wat de andere persoon voelt, het echt empathisch vermogen, maar dat dat vervelen al een beetje in de buurt komt, wel, dan zouden we echt goed bezig zijn natuurlijk. De vraag is natuurlijk van, hoe doen we dat? Hoe heeft de studie gedaan? Enkele maanden geleden, waaruit blijkt dat 67% van de consumenten zegt, als jij als merk, als bedrijf, als jij mij kan aanspreken op een bepaald moment op hoe ik mij voel, dan ga ik
zeker en vast, of zo goed als zeker en vast, ga ik dan reageren. Dan is de kans veel groter dat ik ga reageren. Het is blijkbaar ook zo dat mensen die vrolijk zijn, dat die 40% meer ontvankelijk zijn voor digitale advertising. Nog een aantal cijfertjes die in dat rapport naar boven kwamen. 30% meer kans dat ze gaan uw video's gaan bekijken. 28% meer kans dat ze content marketing gaan lezen. 21% meer kans dat ze direct marketing gaan lezen. Puur omdat ze zich goed voelen. Maar hoe gaan we dat nu uitzoeken? Hoe weten we in godsnaam wanneer dat iemand zich goed voelt? Wel, er zijn een aantal trucjes. De eerste is eigenlijk heel eenvoudig. En we hebben er straks van tekstgeen al gezien. Dat je bijvoorbeeld uit tekst, uitgeen dat mensen ingeven, dat we daar ook emotie, sentiment kunnen uithalen. Dit is een voorbeeld van Google Perspective API, waar je eigenlijk heel eenvoudig bepaalde tekstjes die mensen ingeven, kan gaan klassificeren van dit is iets positief of dit is iets negatief. Een voorbeeldje over klimaatverandering. Clearly man-made, but unsure of its extent and whether anything substantial can be done about it. Oké, dat is nog oké. Als je dat gaat vergelijken met I think it's a farce and stinks like a bathroom after 26 beers. Dat soort van onderscheid kunnen we eigenlijk op basis van tekst heel eenvoudig gaan maken. Dat heeft Gieter straks ook aangetoond. Maar zoals ik al zei, het is niet enkel tekst die mensen ingeven, niet enkel getypte tekst, maar we gaan ook meer en meer stem gaan gebruiken. En stem is bij uitstek iets dat heel erg de emotie kan weergeven. We hebben dat gezien bij Hillary Clinton, zij had een probleem met stem. Mensen vonden dat ze veel te hard overkwam. Zij heeft zelfs geprobeerd om haar stem een beetje aan te passen daarover. Maar stem kunnen we dus ook gaan analyseren met eigenlijk artificiële intelligentie, met heel eenvoudige of minder eenvoudige technieken. Je moet maar eens gaan kijken. In de App Store heb je een appje, Moody's, heet dat, van Beyond Verbal. En je kan er gewoon tegen praten. En dat gaat dan aangeven van hoe jij je voelt. En eigenlijk is dat best wel straf. Als we dan gaan bedenken van dat we meer en meer in search onze stem gaan gebruiken, dat we met die digitale assistenten dat we onze stem meer en meer gaan gebruiken, Amazon Echo en zo, dan biedt dit heel wat mogelijkheden. Je ziet trouwens ook dat dit in callcenters meer en meer gebruikt wordt. Dat mensen die in een callcenter werken, dat ze eigenlijk te zien krijgen wat de emotionele respons is van mensen aan de andere kant van de lijn, dat ze daarop kunnen inspelen. Ze zijn zelfs nu aan het testen om te zien of je op basis van stem de gezondheid van iemand kan inschatten. En staan er ook al redelijk ver in. Klinkt allemaal heel erg ver, maar dat bestaat wel. Het is er wel. En dan hebben we nog naast teksten en stem, kunnen we ook nog gaan kijken naar het gezicht van iemand. Want gezichten verraden ook heel veel. Misschien dat je die serie kent, Lie to Me. Super serie. Zeker bekijken als je het nog niet zou gedaan hebben. Het gaat over iemand die, Carl Lightman heet die man, een professor die gezichten kan lezen. En eigenlijk uit micro-expressies, zodat je zo'n beetje met je mondhoeken trekt en zo, kan zien of dat iemand de waarheid spreekt of niet. En dat personage is gebaseerd op iemand die echt bestaat, Paul Ekman. Een psycholoog die al 40 jaar onderzoek doet naar gezichtstrekken en hoe dat dan eigenlijk de waarheid kan gaan weergeven of kan verbergen. En we hebben meer en meer ook die technologie om op basis van gezichtsherkenning te gaan zien van wat mensen echt voelen. Het gaat niet zo heel ver, maar ik heb wel een filmpje nog, een voorbeeldje van hoe dat Douwe Egberts het heeft gebruikt. Thank you.
zich is dat nu bruikbaar. We kunnen dat nu gaan gebruiken, die gezichtsherkenning. Er zijn genoeg API's voor om dat nu te doen. Waar gaat dat naartoe? Wel, we kunnen dat gebruiken, al die technologie gaan gebruiken om te gaan reageren op hoe dat mensen zich voelen. Om beter gaan inschatten hoe dat mensen zich voelen. Uiteraard kunnen we, zoals dat we bij echte vrienden ook hebben, hè, als je zegt van, oké, ik ben empathisch met mijn vrienden, ik weet wie dat ze zijn, dus ik weet ook wat ze binnenkort gaan doen. Wat de volgende stap gaat zijn. En uiteraard doet Amazon dat al en doet Netflix dat al met te zeggen van kijk, volgens ons ga je dit nu interessant vinden. Maar het gaat soms heel ver, of het kan heel ver gaan. Amazon is bijvoorbeeld aan het denken om dingen al te beginnen shippen voordat je ze besteld hebt. Die zegt van, ik weet dat jij die cd-speler gaat bestellen, ik ga die nu al shippen. Zover gaat het. Waar ik toe wil komen is dat ik denk dat we als marketeers de laatste jaren heel erg veel ons linker hersenhelft hebben gebruikt, terecht ook, die moeten we blijven gebruiken vooral, maar dat het niet genoeg is om in de volgende jaren echt goede experiences neer te kunnen zetten. Dat we ook meer en meer moeten gaan kijken naar die rechterhelft. We moeten proberen echt empathisch te zijn met onze doelgroepen. En dat kan in heel kleine dingen al. Hè. We hebben al heel wat voorbeelden gezien, ook bijvoorbeeld die Answer the Public tool, waar je kan zien vanuit Search wat je kan doen. Je hebt scripts voor AdWords, waar je het weer direct in kan gebruiken. Je kan on-exit surveys doen, waar je vraagt van, oké, wat kwam je hier nu eigenlijk doen? Heb je je taak kunnen volbrengen of niet? Dus er zijn heel veel kleine dingen die je gewoon morgen al kan mee beginnen. Uiteindelijk komt het neer dat als wij, als merken, als bedrijven, als wij menselijker willen klinken, als wij authentieker willen zijn, als wij betere experiences willen geven, als wij door die attention wall willen breken, ja, dan kunnen we niet anders dan meer empathisch gaan zijn met de andere mensen. En dat wil zeggen dat als we willen dat zij door die attention wall komen, dat wij ook meer aandacht aan hen moeten geven. Dus dat is eigenlijk het idee dat ik wou voorleggen vandaag. Van probeer iets meer empathisch te zijn. En dat gaat zowel de consument, maar zeker ook jullie als bedrijf, als merk, ten goede komen. Dank u.